Misschien heb je ook al gemerkt dat als je informatie gezocht hebt over een bepaald product of een bepaalde reisbestemming, dat je kort nadien constante reclame krijgt over datzelfde product of diezelfde reisbestemming. Dat komt omdat Google en andere zoekmachines je zoekgegevens opslaan en die gebruiken om te verkopen. Ook wel omdat de websites waar je naartoe surft, die gaan cookies op jouw pc plaatsen. En die cookies gaan ook weer ervoor zorgen dat je reclame krijgt. Um, die cookies kan je min of meer verm verm vermijden door in je... Um, in uw geschiedenis van je browser uh, te gaan kijken en daar de geschiedenis te gaan wijzigen, of te gaan uh, verwijderen. In sommige browsers kan je zelfs heel specifiek zeggen, kijk, ver verwijder alle... Um, cookies. Nu, sowieso ga je, je in Google uh, zaken achterlaten en Google houdt heel veel over jou bij. Um, om te vermijden dat je, hè, dat je zoekgeschiedenis gebruikt wordt om je gerichte reclame te sturen of om je profiel in kaart te brengen, zijn er een aantal alternatieve zoekmachines. Um, ik heb er hier twee geselecteerd, namelijk DuckDuckGo en IXQuick. Um, die slaan je IP-adres niet op. Die verkopen je gegevens niet aan bedrijven. Het is wel zo, het werkt alleen. Die privacy-veiligheid werkt alleen zolang je binnen het domein van de zoekmachine blijft. Vanaf dat je op een website zelf gaat, heb je weer dat probleem met die cookies en dergelijke meer. Maar je hebt hier al minstens bij die zoekmachines dat ze niet jou doen en laten traceren. Als je DuckDuckGo gebruikt... Dan uh, gaan, de, gaan alle bezoekers dezelfde resultaten krijgen. Wat bij Google dus niet zo is. Google gebruikt jouw zoekgeschiedenis om de resultaten te manipuleren. Zodanig dat je dingen te zien krijgt waar je misschien uh, vatbaarder voor bent. Bij DuckDuckGo is dat niet zo. Dus iedereen krijgt dezelfde resultaten binnen een bepaalde regio wel. Je, kunt hier, je hebt hier de regio België. Je kunt dat ook uh... je kunt dat aan- en uitzetten. Uh, maar in ieder geval... Wie er ook in België zoekt, die krijgt dezelfde resultaten. Um, hoe werkt DuckDuckGo? Ze gaan eigenlijk um, gaan kijken naar de resultaten in andere browsers, gaan die gaan verzamelen, een uh, andere zoekmachine. Nu, hoe werkt DuckDuckGo? Uh, DuckDuckGo verzamelt zowel resultaten van andere zoekmachines, um, zoals Yahoo. Uh, die ze gaan um, weergeven, maar ze hebben ook een eigen spider die uh, die websites indexeert. tegenhanger van DuckDuckGo is iXquick. Uh, um, die is denk ik nog iets uh, privacyvriendelijker dan DuckDuckGo. Die gaat echt ervoor zorgen, die gaat ook zorgen dat als je websites uh, de korte inhoud en zo bekijkt, dat die zeker geen enkele informatie over jou krijgen. Die houdt niks bij van jouw IP-adres. Um, hoe werkt iXquick? Die gaan eigenlijk bij andere zoekmachines gaan kijken wat de resultaten zijn en ze gaan de top 10 van de resultaten gaan weergeven omdat zij ervan uitgaan dat dat dan de 10 beste resultaten zijn over jouw zoekopdracht maar je merkt ze hebben ook wel advertenties, dus ze zijn eerst niet geadverteerd worden die staan hier van boven maar voor de rest worden er geen gegevens van jou verzameld en doorgegeven dus DuckDuckGo en iXquick zijn twee manieren om op een alternatieve manier anoniem te gaan surfen